300.000. Dat is het aantal mensen in België dat de voorbije 10 jaar kanker heeft overwonnen. Hoe zouden zij dit goede nieuws vieren, denkt u? Dansen op een feestje of eerder een gezellig samen zijn met vrienden en familie? Dankzij chemotherapie zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen jaren enorm gestegen. Fantastisch nieuws natuurlijk. Maar er is ook een keerzijde. De chemotherapie kan ook onomkeerbare bijwerkingen veroorzaken. In ons oor ligt ons gehoor en ons evenwichtszintuig. Het orgaantje waarmee we horen heet ons slakkenhuid. Wanneer de chemo daarin terechtkomt, kan dit gehoorverlies of oorsuizen veroorzaken. En eens in de kanalen en de blaasjes van ons evenwichtssysteem, kan de chemo dan weer voor evenwichtsproblemen zorgen. Hoe ernstig deze bijwerkingen precies zijn, dat hangt af van de soort chemotherapie en van de dosis. Voorkomen kunnen we ze nog niet. We kunnen wel proberen om ze draaglijker te maken. Denk maar aan een hoortoestel of tips en adviezen bij het oorsuizen. Maar welke patiënten zijn nu precies vatbaar voor deze bijwerkingen en hoe kunnen we deze bijwerkingen duidelijk en snel in kaart brengen? Wel, daarom test ik binnen mijn studie de oren van patiënten voor ze aan de chemobehandeling beginnen en ik volg deze patiënten gedurende 1 jaar verder op. Tijdens en na hun therapie. Door deze grondige en tijdige evaluatie kunnen we patiënten sneller ondersteunen en krijgen we meer inzicht in de aantallen en de ernst van deze bijwerkingen. Zo hopen we dat die 300.000 mensen na het horen van het goede nieuws nog steeds de stabiliteit hebben om te dansen op de feestjes en de deugdende gesprekken met vrienden en familie goed kunnen horen.